met parlementariër Anzadi spraken wij over het incident welke zich heeft voorgedaan bij de viering van het Javaans nieuwjaar op het onafhankelijkheidsplein, waarbij de zanger Maruf Ahmad Stam zich niet heeft gehouden aan de regels of de afspraken welke hij toen had met Bisa minister Somo Harjo. Het ging in deze om het lied Alibi Kon Trangano en de zanger die was er overeengekomen dat de tekst hier en daar gewijzigd moest worden en daar hij zich daaraan niet heeft gehouden, moest hij het lied dan ook op bepaalde moment dan stoppen met zingen. Dit heeft toch wel voor de nodige kritiek gezorgd vanuit die samenleving en ook nog door deskundigen die aangeven dat dit wijst op censuur. We spraken hierover met parlementariër Anzadi. Vrije meningsuiting en artistieke vrijheid binnen de geldende wet en regelgeving zijn de hoekstenen van de Surinaamse rechtsstaat die te alle tijden moeten worden gewaarborgd. Eens daarmee? Natuurlijk ben ik er eens daarmee. Ik heb het artikel zelf niet gelezen, maar nadat u hebt voorgehouden en de vele berichten en ook wat ik zelf heb ervaren. Ik ben als een rechtgeaarde Surinamer uitgenodigd. Voor mij is politiek wat dat betreft aan de kant. Elke Surinamer die je uitnodigt om naar mijn inziens Suriname te verheffen tot één natie zal ik natuurlijk er naartoe gaan. Maar over de vrije dag van de Javanen of het nieuwjaar, daar heb ik natuurlijk ook mijn eigen opvatting. Kortom, ik ben volledig mee eens. En wat zich heeft afgespeeld, wil ik toch als jammer en te betreuren. En ik hoop dat wij als Surinamer hier lering moeten trekken. Wat het jammerlijke is, dat wij steeds weer keer op keer voor een nieuwe feit worden gedwongen om te erkennen dat we nog niet zo ver zijn waar we moeten zijn. Omdat, ik zal u meegeven meneer Ganes, ik heb altijd gezegd, laten we een keer ophouden om hier in ons geliefd soeverein Suriname steeds te zeggen, de Jawa-blok, de Hindustans-blok, de Blakamang-blok, noem maar op. Wanneer wij naar één natie willen werken, dan moeten wij met z'n allen erkennen dat we nog een lange weg te gaan hebben. Want als we anno 2023 nog met deze opvattingen gaan, want ik kijk ook op het veld naar het publiek, het waren echt niet alleen maar Surinamers van Javaanse komaf. En soms weet men wat in de praktijk. Men benoemt het om steeds te zeggen Jawa-blok. En ik vind dat we daarmee wel echt moeten ophouden. Ik heb ook in een panel gezeten met de politieke partij PNL in Torarica. Ik heb ook aangegeven, het land kunnen wij niet draaien alleen maar met een Jawa-blok. Ik begrijp wat ze naartoe willen, maar het etnisch politiek moeten we echt doorbreken. Daarom zult u mij zien als Surinaamse van Javaanse komaf. Waarom ik in de NDP ben. Omdat ik daar zie, dit is Suriname. Natuurlijk met alle minpunten die er zijn en daar leren we steeds vanaf. Ja? Maar vandaar dat ik vanaf 87 in een politieke organisatie waar ik me terug kan vinden, dit is Suriname. En ik heb daar geleerd geen enigszins het gevoel of je Javaan moet voelen of Hindustan, zonder dat ik mijn cultuur en mijn taal verloochend. En over die meningsuiting, ja, ik vond het wel heel jammer en ik hoop dat met dit gebeuren, wij met z'n allen als Surinamer weer lering moeten trekken. En dat we die fout echt niet meer moeten doen. Dus kortom, zeker op het artistiek gebeuren, ja, moeten we echt ook daarvoor wachten. Maar niet alleen op het artistiek gebeuren, hè. Meningsuiting geldt op alle fronten. En ongelukkigerwijs zou ik het zeggen, wanneer de minister bij Starmus verdedigt, waarom het is gestopt, dan zeg ik, weet u, laten we liever uit de fouten leren trekken dan om te verdedigen wat krom is. Hij, de zanger Maruf Ahmad Stam, zou moeten zingen Alibi Kontrangano, Sabi Suma Mekentranga. Hij zou dat stukje erbij moeten zetten. Wat vindt u daarvan? Ook dat zou ik zeggen, wanneer wij nu, of
een artiest zijn alibi kon drangen. Is dat buiten de realiteit? Dat zijn toch de feitelijke situaties. En wanneer het ook is aangegeven, alibi kon drangen door de vorige regering. U weet dat elke Surinamer nu ook al beseft, omdat elke Surinamer wel een balans heeft opgemaakt, wat ze hadden ervaren in de vorige regering en wat ze nu ervaren. En ik zeg het en ik herhaal het, regering Santokki Brunswijk, u hebt het volste vertrouwen van het volk gehad. U hebt mandaat gehad. Het volk had vertrouwen in u, maar het is nu wel achterhaald waarom u het vertrouwen van het volk heeft. En dat is allemaal weersproken, niet door mij. De centrale bank heeft zijn rapporten uit te doen komen. Internet zit daar, de gegevens van kasreserve, sorry dat ik het weer moet herhalen. Allemaal is achterhaald. Er is natuurlijk ook een rapport, niet door mij, ook cijfers vanuit de centrale bank, dat de inkomen van de vorige regering met deze regering gigantisch verschillen in het voordeel van deze regering. En nog mooier nog, ook de beweringen van al de leningen verprasten voor aardappel en uien. Is toch gebleken dat we hadden gered wat we moeten redden bij staatsolie. Omtrent die dam. Omtrent het meedoen in die aandelen van 25% bij de goudmaatschappijen. Het levert nu toch rendement voor deze regering. Dus eigenlijk is het een verloren tijd om dat allemaal te herhalen. Maar ik als politica zal het moeten blijven herhalen. Dus kortom, deze regering Chandrika Santokki Brunswijk heeft het niet waar kunnen maken. Ze zijn allemaal Surinamers. Maar ik zeg, liever gisteren dan vandaag wat er nu gebeurt, meneer René Ganesh. Ik herhaal even, elke dag krijg ik weer de huilende mensen om medicijnen. Weet hoeveel kinderen insuline nodig hebben? Wat een must is voor hun leven verder. En het niet kunnen kopen. En hoeveel kan ik helpen, meneer Ganesh? Ik krijg gewoon kippenvel als ik op het vel ga en allemaal moet aanhoren. En de criminaliteit stijgt. Weet u hoeveel mensen worden geteisterd door inbraken? Ik bespreek het niet goed. Elk inbraak, elke criminaliteit, dat moeten we niet doen. Maar ik ga toch tussen aanhalingsteken blijven zeggen, mensen hebben honger. Ik ga in komen wijnen wat nooit is voorgekomen. Dat gewoon waar altijd rustig mensen leven, op elkaar letten. Nu durven die mensen, plaats als Tamarijo, hun huis niet te verlaten. Ik moest gisteren letterlijk bij iemand gaan die voor de tweede keer werd ingebroken. Alles weggehaald. Dat de persoon niet eens te eten meer heeft. Criminaliteit stijgt. De politie is nergens haast te bereiken. Ja? Kijk maar naar het verkeergedrag, verloedering. En dan haast ik me ook bij wat er in het onderwijs gebeurt. Wanneer collega's hier ook aankaarten wat gebeurt met onze jongeren. Eentje werd doodgestoken. De dag daarna gebeurt weer een incident. Waar is de politie van het ministerie van politie? Waar is de minister van onderwijs om concreet daar aan de ouders? Ik probeer vanuit mijn programma, buiten uw interviews, ook de oproep te doen aan ouders. Ouders, let ook op uw kinderen. Maar niet alleen de ouders is verantwoordelijk voor het hele gebeuren. Het onderwijs is helemaal gelijk de grond gemaakt als je kijkt naar wat er nu gebeurt. Waar is er geen jeugdpolitie? Ik doe maar een voorstel als een oud onderwijsgevende. Kan er niet naar de scholen vanuit het ministerie van Justitie informatie gegeven, de jeugd bij elkaar te brengen? Laten we kijken maar naar de sportaccommodaties. We zijn 3 jaren verder. Verwaarlozing van vele sportaccommodaties die door de vorige regering allemaal in place was gezet. In resorten in week. Ga maar kijken hoe het onder wit ligt. Terwijl er zoveel ambtenaren bij Openbaar Groen, bij RO. Ja, er zijn ook zoveel ambtenaren bij sportzaken. Ik had ook aangegeven in Diana. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat het ministerie van sportzaken wordt ondergebracht bij regionale ontwikkeling? Waar ze daar zelfs niet eens in staat zijn zaken op een rij te zetten. En dat zijn allemaal natuurlijk basisdingen dat heel belangrijk is voor de jeugd. Om ze van de straat af te houden. Om ze die mindset te geven dat sporten en bewegen, die saamhorigheid, sociale contact met elkaar beter naar grotere hoogte brengen, maar dat allemaal is volledig kapot.
kapot geslagen, meneer Ganis. En meneer Ganis, ik blijf zeggen, ik doe de oproep aan alle Surinamers. Alhoewel misschien dat een utopie is voor velen, want ik zeg, de middengroep is volledig weggevaagd. Armoezaaiers. De armoezaaiers zijn bijna net bedelaars. Begrijpt u me? Wanneer ik bedelaars zeg, dat ik het niet negatief bedoel. Wanneer men niet eens te eten heeft, de normale mensen die gemiddeld 5.000-6.000 verdienen, waar moeten ze nu naartoe? Dus, nogmaals, op zo'n dag met dat soort gebeuren betreur ik. Maar laten wij als Surinamers lering van trekken, omdat ook die nieuwjaarsdag natuurlijk ik ook nu veel telefoons krijg, dat er ook in alle godsdienst, in alle religie, altijd een zeg maar versplintering. En die groep vraagt mij natuurlijk, wat gebeurt wij? Krijgen wij ook een dag? Maar dit ga je hebben. Als u aan mij vraagt, als ik voor het zeggen heeft, zou ik alle Surinamers bij elkaar roepen, ons gaan moeten buigen met een vergrootglas over al die vrije dagen die we hebben. Economisch is niet verantwoord. Het in hokjes verdelen is naar mijn mening ook geen positieve zaak. Maar nogmaals, jammer dat het is gebeurd, maar toch doe ik een oproep. Laten we lering trekken over hetgeen wat is gebeurd. Ja. En dat men een politieke activiteit, Javaanse nieuwjaar, ook gebruikt als politiek, mevrouw Sadi. Ja, wat vindt u daarvan? Ook daar zal ik mijn goedkeuring niet kunnen geven. Wanneer ik in een panel daaraan gaf toen bij de politieke partij PL, zijn allemaal mijn vrienden, ik heb ook families daar, ik mijn visie wel naar voren breng dat dit land niet alleen opgebouwd kan worden door de mensen in hokjes te verdelen. Ja? Dit land kan niet opgebouwd worden. Want als we bekijken hoeveel Surinamers van Javaanse kom af, ik blijf zeggen Surinamers van Javaanse kom af, Surinamers van Hindoestaanse die kom af, die benadruk ik, ongeveer 14% landelijk. Ja? En op zich is goed dat er een politieke partij PL, dat een politieke partij, maar wat ik de laatste tijden opmerk, die polarisatie, die onderscheiding, de boventoon voert. Polarisatie gaan we weer 50 jaar af. We waren al mooi op weg in de afgelopen, vanaf de revolutie tot na de afgelopen. En nogmaals, er zijn zaken die niet goed zijn gegaan. We trekken lering daaruit. Maar als het om de eenheid, om de identiteit, om die soevereiniteit van ons geliefde Suriname, moeten wij liever gisteren dan vandaag aan een ieder in hun hoofd prenten dat we als één natie hier voort moeten gaan. En dat zullen we niet kunnen bereiken wanneer we steeds die polarisatie vanuit het beleid zien dat om hokjes die groep daar en die groep daar en die groep hier. Dan komen we er nooit uit. Maar ik doe toch een oproep dat we niet moeten opgeven en we nog heel veel werk hebben wat dit betreft. En we gaan voor ons geliefd soeverein Suriname.